Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Support your girl. We zijn bijna bij de 30k. Ik hoop dat we een soon halen. Misschien is deze vlog online, dat heb ik het al gehaald. Nou, ik heb nu 29,3. Almost 30k. Sowieso leuk zijn. Ik wil eigenlijk een special video maken als ik 30k heb. Dus laat beneden in de comments weten wat voor video ik zou kunnen opnemen. Het is maandag. Ik heb de hele dag online les gehad. Presentaties, bla 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 bla. Ik heb het super druk gehad, dus ik heb nog niet kunnen vloggen. Ik moet nu ook door naar mijn werk. Vanavond ga ik wel even nog een lekker rondje lopen met Bo. Dus dat is wel gezellig. Dus, nou ja, in ieder geval nog iets leuks op mijn dag. Maar ik ga nu werken. Ik heb een shirt aan en een broek. Een legging eigenlijk. Dus ja, het is best wel gewoon prima weer. Blauw, blauw lucht met een paar wolkjes. Ja, het is best wel warm gewoon. Dus ik ga lekker werken. En dan, ja, zie ik jullie... Oké, okay, het is inmiddels alweer avond. Zo, ik heb gewerkt. Ik heb een rondje gelopen met Bonet. Even gezellig bijgekletst. Helemaal leuk. Het is nu 9:45. Het was niet heel druk op werk, dus was het chill. En ik moet eigenlijk wat dingen voor school doen, maar heb ik ook gezien. En dat ga ik wel doen. En daarna ga ik weekvlog editen. Stukje en denk lekker chillen in bed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is super mooi weer. Dus oh, zit hier nog crème op mijn neus. Ja, stuk. Ik heb nu online les en vanmiddag wil ik misschien gaan varen met Stan. Alleen ja, we moeten even kijken hoe mooi het weer blijft. Het is nu wel mooi weer. Alleen op de app staat, op de weerapp staat dat het bewolkt gaat worden. Dus we moeten nog even kijken. En anders gaan we iets anders leuks doen. Maar ik hoop natuurlijk gewoon vanavond super lekker weer. Ik heb echt gewoon echt de snelste outfit ever aangetrokken. Ik heb dit shirt aan. Fresje in. Dit shirt is echt fabulous. Want kijk, het achterkant. En ik heb gewoon een bikershirt aan van Danem. Heel chill is deze. En slippers. Nou, ik heb in ieder geval online les. En ik heb lekker een ijskoffie gemaakt. Ik ben laatst week... helemaal fan van de ijskoffies. Ik heb ook flavor drops besteld van mijn protein. Want ik had ze dus eerst van... hoe heet dat nou? Oh ja, van Body & Fit. Maar die waren echt afschuwelijk vies. Echt gadverdamme gewoon. Het smaakte gewoon echt naar pure stevia. Ik hou echt niet van die smaak. Toen zeiden jullie, je moet echt die van mijn protein bestellen. In een smaak toffee voor in je koffie. Heerlijk. Nou, dat weet ik dus nog niet, maar dat ga ik uitproberen. En nou ja, ik gebruik nu altijd agave siroop, maar flavor drop is natuurlijk veel beter, want daar zitten gewoon geen calorieën in. Maar dit is ook wel goed. Goed, in ieder geval, het is beter. Het zou nooit goed zijn. Oh my god, guys. Er kwam een superleuk pakketje binnen. Dat heb ik gewoon zelf besteld. Dit is Olaplex, als het goed is. Dat is een shampoo en conditioner. Best wel duurt wel 60 euro. Maar dit is heel goed voor je haar. Mijn haar is echt dood aan het worden. Dus mijn vriendin die altijd die kapper is en die mijn haar vers en zo zegt. Je moet dit kopen. Het is veel beter voor je haar. En het is wel duur, maar je doet er ook veel langer mee. Want je hebt veel minder nodig. Zeg maar in André Lon zit zoveel bullshit bijvoorbeeld. Ik had dus een filmpje gezien van... kapper, shampoo en conditioner, dat is gewoon 100% pure product. En in andere lons zit bijvoorbeeld 50% product en 50% water. Dus daarom moet je zoveel ervan gebruiken. Oh! Dit is helemaal niet. Dit is Olaplex. Ik dacht het is in twee delen verzonnen, maar dit zijn de flavor drops. Oh, kijk jongens, ik heb dus flavor drops van mijn protein. Daar heb ik het net nog over gehad. Oh my god, ze zijn binnen. Wow. Jee, ik heb ze twee keer, want het was 1 plus 1 gratis. Oh, wat ruikt lekker. Ik dacht al, waarom verzenden ze het in twee dozen? Maar het is ook raar, hoe kan het nou weer precies dezelfde doos zijn? Kijk, hier is het. Oh, maar het is wel heel, het is best groot. Ik had het veel kleiner verwacht. Oké, nou dit is shampoo conditioner. Heel erg benieuwd hiernaar ook. Dit gaat binnenkort uit. Dus ja, dat duurt nog wel natuurlijk een tijdje voordat het, dat je echt verschil ziet, denk ik.
overal zit een HelloFresh aanbieding bij. Jezus. Oké, guys. Ik ben inmiddels bij Stan. Ze is wel een beetje twijfel of we nou gewoon even een scooter rondje gaan rijden. En ergens gewoon een soort gaan picknicken. Of dat we echt gaan varen. Maar ik heb trouwens net hier een ijskoffie gemaakt. Met die flavor drops van mijn protein. We hadden hier niet echt een goede beker om mee te nemen. Dus we hebben het nu in een, hoe noem je dit? Een shake. Hoe noem je dat? Een shake. Iets voor je eiwit om mee te shaken. Maar daar hebben we dus die flavor drops gebruikt. Het is zo lekker. Nou, het smaakt gewoon echt gewoon naar suiker. Maar het is gewoon 0 calorieën. Het is zo lekker. Oké, jongens. We zijn een rondje gaan rijden met de scooter. We hebben echt een superleuk plekje gevonden hier. Lekker aan het water. Het is eigenlijk gewoon bij een weiland hier. Een stukje bos. We hebben een lekker kleedje. We hebben even eten gehaald bij de supermarkt. Ik heb voor mezelf maiswafels. Maar we hebben standaard een broodje. Even snijplank. We hebben steak tartare gehaald. Super lekker. En Stan heeft dit nog. Even kijken. We hebben cottage cheese. En hier heb ik deze maiswafels voor mezelf. En hier hebben we nog lekker zalm. En we hebben nog een ijskoffie gemaakt. We hebben water thuis met die flavor drops. Nou, helemaal leuk. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What the fuck is er met mijn haar gebeurd? Oh my god. Sorry, oh my god. Ik heb echt vet lang niet gevlogd. Ik heb gewerkt. Super chill gewerkt. Dat is echt zo lekker weer. Dat is zo chill om te bezorgen. En na werk heb ik snel wat gegeten. En heb ik nog een super groot rondje gelopen met Isabel. Nou, super groot rondje. Nou, we hebben best wel een groot rondje gelopen. Ik heb vandaag ook de 11.500 stappen gezet. Ik probeer eigenlijk elke dag 10.000 stappen te zetten. Dat probeer ik niet elke dag, maar dat is wel gewoon, zeg maar, een goal. Het is gewoon goals als je 10.000 stappen een dag hebt gezet. Gisteren is het me ook gelukt. Toen ik 10.400. Vandaag 11.800. Die dag ervoor 3.000. Een zondag. Must be Sunday. Zaterdag 5.000. En vrijdag had ik ook 10.000 stappen. Dus ik probeer eigenlijk gewoon een beetje 10.000 stappen te halen. En ik ben eigenlijk de laatste tijd ook bezig om 1500 calorieën op een dag te eten. Omdat ik echt wel een paar kilo kwijt wil voor de zomer. En ja, het gaat me eigenlijk tot nu toe goed, heel goed af. Ik gebruik de app Lifesum hiervoor. En dan kan je alles gewoon bijhouden als je kennen. Hij houdt ook bij hoeveel stappen je zet. Dus dan zie je hoeveel je hebt verbrand. Dus je kan zien hoeveel je hebt gegeten en hoeveel je hebt verbrand. En ik heb vandaag door die 11.500 gewoon 430 calorieën verbrand. Dat is gewoon een hele workout voor mij. Super chill. Dus ik ga gewoon vaker gewoon lekker een rondje lopen. Misschien ga ik morgenochtend ook wel even een rondje lopen. Dat is wel lekker. Ja, dat ga ik misschien wel even doen. En ja, ik ga nu naar mijn bed toe. Het is 11 uur. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en naar bed. Ik had dus vandaag mijn haar zo zitten. Het ziet er nu niet meer uit. Maar ik vind het echt leuk. Ik kreeg ook echt complimenten van mensen van het zit echt leuk. Morgen ben ik de hele dag vrij. Ik ga een ochtend weekvlog editen. Dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik moet nog twee weekvlog editen. Ik moet eigenlijk ook naar school. Ik weet niet of ik dat ga doen. En in de middag ga ik met naar. In de middag ga ik naar Stan. Wat een uur of twee of zo. Ik blijf er ook eten en slapen. Super gezellig. Dus that's my planning for tomorrow. Ik kreeg dus van sommigen van jullie te horen dat jullie mijn gezicht zagen dat ik was afgevallen. Maar I don't see it. In ieder geval zag ik het maar. Maar ik weet niet, zelf kan je niet zien dat je afvalt. Ik ben dus wel een paar keer afgevallen, maar ik kan het niet zien. Ik weet niet hoe. Ja, omdat je jezelf gewoon elke dag ziet. Dan zie je het heel moeilijk of zo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb echt een hele hectische ochtend opeens. Oké, dit is echt. Nou, dit is gewoon te grappig. Ik was gewoon rustig in mijn video. Mijn weekvlogje aan het editen. Zo rustig aan. Opeens word ik gebeld door een nummer uit Hilversum. Dus ik denk,
Dus ik denk, wat zit nou weer als ik neem het op? Ik spreek opeens met RTL Nieuws. RTL Nieuws had dus mijn AliExpress video gezien. En die zagen natuurlijk op TikTok en Facebook helemaal de hype. En ze hadden dus de video gezien en ze wilden me graag een paar vragen over stellen. Dus zometeen over een uur komt Editie NL hier bij mijn huis. Dus ik snel, kut. Ze onder de douche springen, maar klaar. Dat gaan we nu klaarmaken. Maar ja, ze komen, er zit hier echt een rode vlek op mijn hoofd. Ik weet niet wat het is. Maar ze komen hier dus nu filmen zometeen over die AliExpress video. Ik ga helemaal stuk. Dus ja, ik ga me echt super snel klaarmaken. Ik heb trouwens net de Olaplex shampoo en conditioner gebruikt. Dus ja, het schuimde wel lekker goed. Je had echt niet veel nodig. En ik ben heel erg benieuwd ja, hoe mijn haar er nu de aankomende tijd uit gaat zien. Ik hoop een stukje beter. Nee, wat een teleurstelling. Word ik net gebeld. Dat het niet door kan gaan, want het komt vanavond om 17:15 op tv. Maar ze moeten ook aan de andere kant van Nederland zijn. En ze gaan niet redden om ook nog naar mij te gaan. En dan de video te editen. En vanavond zijn we maar online op tv te hebben. Dus ze komen niet interviewen. Ik heb me helemaal klaargemaakt voor scheid. Dus ik ga zo meteen denk ik maar een leuke foto maken of zo. En welkom op mijn video in het programma. Ze gaan het wel over me hebben. En ze gaan wel mijn video gebruiken. En mijn antwoorden. Dus ja. Ik heb by the way een lekkere lunch gemaakt. Ik heb een wrap, een bietenwrap met kipfilet en groentes. En ze komkommer. Dit bij elkaar is maar 200 calories. Ik heb net even in mijn loner zelf leuke Instafoto's gemaakt. Ik heb nu weer een lekker koffietje met die flavor drops. Zo lekker. Ik doe 2-3 druppels ongeveer erin. Ik ben ook klaar met weekvlog editen. En ik ga nu een rondje hardlopen met Stan. Dus ik ga naar Stan toe. Ik blijf ook slapen. Ik heb even sportlingen aan en schoenen. En ik heb gewoon een wit shirt erop. En dit spijkerjasje even. Maar dat gaat sowieso uit. En ja, ik heb helemaal stress. Ik ga er nu heen op scooter. Want het is echt vet mooi weer. Dus ik heb helemaal zin in de zon. Het is dus zomer weer. Elke keer staat er een wolkje. Maar het is echt geweldig mooi weer. Oké, maar een snelle vlog online. En dan ga ik naar Stannetje. Oké, ik ben nu bij Stan. Ik heb toch uiteindelijk een sportoutfit aangedaan. We gaan nu naar Alphen. Dan gaan we naar om de plas heen. Even een beetje lopen en hardlopen. Zo, het is donker beeld. En daar gaan we heen. Het is nu 4:00. Oh, vlog staat online. Oeh. Oké, we zijn aangekomen. We gaan hier nu even lekker een rondje lopen. Maar ik ga niet mijn camera meenemen, want dat is natuurlijk helemaal niet handig. Nou, we hebben net even lekker een rondje gelopen en hard gelopen. Tussendoor elkaar heen, voornamelijk gelopen. Ik heb ook echt geen conditie. We gaan nu naar huis. We gaan bij Stan eten. En vanavond kom ik dus op tv. Dus dat ga ik sowieso laten zien. Sowieso. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Is het donderdag? Ja, het is donderdag. Ik ben wakker geworden bij Stan. We hebben net even lekker vanochtend gesport al. Super chill. En ik heb net gedoucht. Lekker crèmetjes op mijn hoofd. Hebben omgekleed. Ik heb gewoon een legging en de shirt aan. En Stan is nu even naar de fysio. Want hij heeft heel erg last van zijn lies door voetbal. Maar ik ga nu verder met mijn boek lezen. Ik ben al een stuk over de helft. Dus het gaat de goede kant op. Ik heb hier volgende week een opdracht over die ik moet inleveren. Dus ik moet er wel echt gaan uitlezen. Anders wordt het een beetje. Zometeen gaan we hier lekker lunchen. En ik ga dan daarna vanmiddag naar huis. Want ik heb les. En ik moet even nog met mijn groepje bellen en zo. En daarna ga ik ook wel thuis eten. Vanavond ga ik hier weer heen. Want we hebben gezellig een feestje. Nou, een feestje. We hebben met Nina en haar vriend gewoon gezellig even zitten. En met de andere vrienden gewoon een beetje gezellig zitten. En morgen ga ik heel leuk met Isa foto's maken. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus er komt allemaal leuke dingen aan. Oké, het is inmiddels 10:50. We gaan nu even wat eten. Ik heb ook echt honger van het sporten. Ik ga lekker dus maiswafels eten. Met zalm. En citroen. Super lekker. En
Ik heb het echt koud. Ik ga zo wel naar huis. Ik denk om 11:45 zo. Ik moet ook nog bellen met mijn broekje. En ik ga nu eten. Ik heb zo honger. Nou, ik heb even lekker eten gaan. Oh mijn god, ik ben stuk. Yummy. Ik ga dit even lekker opeten. En we gaan lekker Temptation USA kijken. Nou jongens, wat erg. Het is gewoon al 19:30 en ik heb gewoon niet meer gevlogd. Ik weet niet wat het is, maar niet goed. Wat ik dus eigenlijk nog even wilde doen is mijn nieuwe items van Chicel laten zien. Ik heb weer superleuke items gekregen van Chicel. En ik heb ook een kortingscode, Sarah20. En krijg je 20% korting, dus dat is best wel chill. Best wel een hoop 20%, dus dat is wel lekker. Ik zal het even laten zien. Ik heb net avond gegeten. Ik had lekker salade op en kippensoep. Vanavond ga ik dus naar Daan, naar de vriend van Nina. En gezellig met Stan en met Nina. En nog een paar anderen. Helemaal gezellig. Ik moet ook nog een video editen. Maar dat kan morgenavond misschien ook nog wel. En ik heb iets anders besteld wat ook binnen is gekomen. Dus dat wil ik allemaal eventjes laten zien aan jullie. Okay, ik weet niet wat voor zelfbedachte constructie dit is. Maar ik was gewoon te lui om een statief te pakken. Echt vreselijk. Oké, ik heb volgens mij 4 leuke items mogen ontvangen. De items van Chicel zijn eigenlijk altijd gekregen, samenwerkingen. Dus ja, het is gewoon leuk om af en toe gewoon een weekvlog te laten zien. Dus dat. Ik ga eerst alle items uitpakken. Een topje. En dat is een heel leuk topje. De verzending van Chicel is trouwens niet normaal snel. Het is echt binnen 1 of 2 werkdagen. Dat komt omdat ze dus een distributiecentrum in België bezitten. Dus als je iets bestelt, je kan echt dezelfde week het ontvangen. Dus echt mega chill. Dus little side note. Maar dit is een super leuk wit topje. Aan de onderkant loopt het soort zo samen. Heel erg leuk voor de zomer. En wat een zacht stofje. Oh my god, wat lekker. Oké, dan heb ik hier nog een heel ander leuk wit topje. En deze is off the shoulder. Oh, wat schattig dit. Ja, dat is echt een meesbals. Kijk hoe leuk. Ik kan hem hier nog aantrekken. Ja, dit vind ik echt geweldig. Dan heb ik hier nog een topje. Een topje. En dit is een topje. Die is heel kort ook. Dat zijn allemaal zomertopjes hoor. En dan kan je hier aan de zijkant een soort knopen. En dan heb je touwtjes eraan. Ook heel leuk. En als laatste een jurkje. En dit is een felroze jurkje. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het wel gewoon een keer leuk gewoon of zo. Ik heb zoveel beige tint, zoveel zwart, wit. Ik dacht, hoe leuk, gewoon een keer een jurkje in het roze. Weet je, waarom ook niet? Dus dat is een jurkje. Oké, ik ga even alle topjes aandoen en laten zien. Vergeet dus niet mijn code Sarah20 te gebruiken voor 20% korting. Oké, dit is het eerste topje. Nou, hallo. Ja, heel lekker zacht stofje. Zit gewoon goed. Zit eigenlijk gewoon heel goed, netjes. Ja, leuk. Heel erg leuk op een jeans. Op een spijkerjeans of op een zwarte jeans. Heel erg leuk. Oké, dan dit topje. Dit is een off-the-shoulder top. Ik heb dus nu nog een BH aan. Dus dit moet je natuurlijk eigenlijk met een off-the-shoulder BH aandragen. Ik heb ook een witte off-the-shoulder BH. Dus dat is super chill. Maar kijk hoe schattig. Ja, dit is echt super cute. Love it. Oké, je zit een beetje in mijn BH-bandje hier. Dus dat is niet zo mooi. Maar kijk hoe leuk. Ik vind het echt heel erg schattig. Fucking leuk. En het laatste topje, dat zwarte topje, die ga ik even aandoen. Oké, nu het laatste topje. Oké, heel kort. Sexy wel. De kleding is zo irritant wijd geworden. Het is echt irritant gewoon. Maar ik weet niet hoor. Ik vind het wel heel klein of zo. Het is wel leuk voor overuit gaan. Oh, I miss it. Oké, laatste jurk. Oké, dit is de roze jurk. Ik vind het echt een superleuk model. Dit is toch gewoon heerlijk om lekker naar het strand aan te trekken of zo. Lekker luchtig. Goede lengte wel. Ja, ik vind het echt super schattig. Heel leuk voor op een foto ook. Gewoon, ik heb de achterkant trouwens niet dichtgemaakt, want daar heb ik geen zin in. Maar ja, echt goede
dit gewoon lekker tussen die dingen allemaal. Maar nee, echt super leuk jurkje. Heel cute. Gewoon lekker zomig. Lekker, hoe heet dat? Luchtig. Lekker luchtig jurkje. Wat ik trouwens dus nog meer had gekocht. Ik heb me ondertussen even omgekleed, want ik ga zo weg. Kijk hoor, mijn haar, dat zit zo kut. Ik weet niet of het nou goed zit. In ieder geval, dat had ik online besteld op Bob.com. En dat is zo'n roller. En zo'n natuurshame voor gezicht. En dat kan je dus dan heel de tijd zo doen. En dat is dus dan goed voor je huid, voor je bloedsomloop. En ik ben de laatste tijd echt goed bezig met mijn skincare en zo. Dus dan vind ik het ook chill. En dan kun je zo... het zo duwen en zo. Maar deze is vooral handig voor hier of hier zo. Ik kan er zo een beetje rode huid van krijgen, maar ja, boeien. En dan doe je het dus zo. En dan zo. En zo'n roller, dus goed voor hier. En dan kan je lekker de hele dag zo rollen op je hoofd. En ik zit super veel achter mijn laptop en zo, dus... ik denk dat dit echt handig is. Zo hier. Dat je er dan olie. Een beetje olie tussen moet doen. Nee, niet hoor. Niet echt meer. En dan kan je dus zo lekker rollen over je hoofd. Ik ben heel benieuwd hoe vaak ik dit ga doen. En dit is ook zo. Kun je ook zo rollen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe vaak ik dit zoiets ga doen. Maar dit is wel echt iets voor mij dat ik dat lekker een avond voor de spiegel... doe als ik bijvoorbeeld een YouTube filmpje zit te kijken of whatever. Ik ben nu al fan. Tips hoe je dit moet gebruiken, let me know, want ik doe ook maar wat. Oké, ik ben echt een weirdo. Sommige mensen die dit niet kunnen, denk ik waarschijnlijk echt wat dit zijn. Maar ja, dit had ik dus in ieder geval Bob.com besteld. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels alweer vrijdag. Ik heb echt super lang niet gevlogd. Ik ben gisteravond naar Stan gegaan, naar Daan, met Nina en Stan en nog wat andere vrienden. Het was super gezellig. We hebben lekker cocktails gemaakt. En toen ben ik bij Stan blijven slapen, we waren vanochtend om 3 uur thuis of zo. Toen, vanochtend, het is nu 1 uur of zo, was ik even bij Stan. Nu ben ik thuis. Mijn bed is 1 zooi. Ik heb helemaal stress. Want we gaan dus zometeen foto's maken bij... Vip Roses. En dat is van Nina en Anne vader. En hebben een super mooie kast met allemaal rozen. En Queen of Jetlags had daar dus ook foto's gemaakt. En toen dachten Isa en ik van hoe leuk om daar foto's te maken. Dus Isa komt hier zo meteen heen. Maar ik moet nog douchen, ik moet nog klaarmaken. Ik heb helemaal stress. Godverdomme. Ik heb echt gewoon een trui en een legging aan op het moment. Mijn kamer is 1 teringzooi. Ik ben hier ook echt zo lang niet geweest. Ik ga gewoon nu snel, want het is allemaal veel te lang. Ik ga snel douchen, mijn haar wassen, klaarmaken. Oh my lord. Oké, Isa komt er zo aan. Ik heb mijn haar, mijn hoofd, mijn make-up gedaan. Ik ben mijn haar half aan het feunen. De ene kant is nog wat nat en de andere kant is half droog. Ik heb dit super leuke topje aan die ik gisteren had gekregen van Chiquelle. Met deze jeans van de H&M. En de schoenen van Conquest Fashion. Dus cutie. En ik moet opschieten, want ze is er zo al. Oh my god. Nou, we zijn aangekomen bij Vip Roses. Met mijn schatten, Nini. We hebben gisteren helemaal niet gevlogd. Nee, we hadden gisteren trouwens echt een vet leuke avond. Maar hebben we niet gevlogd. Nee, echt stom. En met Annie en met Is. En we zijn echt in een, nou, een mooie, hoe noem je dat? Kas eigenlijk, toch? Met allemaal rozen. We zijn hier echt vet mooie foto's aan het maken. Love it. Kijk hoe pretty. Met de girls. Hoi. Je wordt gewoon blij als je hier loopt. Van al die mooie kleuren. I love it. Love it. Die kant op lopen. Woe. Zeg maar, foto vanaf daar dan, Saar. Oké, okay, behind the scenes. Heel snel. De meiden zijn foto's aan het maken. 2, 1. We hebben zo'n ding, dat is echt super handig voor het licht. Dat is echt top. Kijk hoe mooi. Overal rozen. Influencer life. Doen alsof je loopt en dan... Okay, ik heb even een nieuwe outfit aan. Helemaal leuk. En we hebben dit ding.
En dit is echt, oké, kom, we gaan even laten zien op de vlog. Ja. Wat het verschil is met en zonder dat. Het is echt niet normaal. Het gaat op jou richten, ja? Ja. Oké, zeg maar, dit ben ik. Even kijken. Waar kunnen we het goed laten zien? Ja, zo. Nee, wacht, je ziet het zie niet. Zie je het niet? Ja, of ik zie ja, het. Ja, zo moet je het doen, want dan zit ze in de schaduw. Ja, maar dan zie je het. Zeg maar, dit. Dus, dat kan dan, kan de zon er niet op. Oké, kijk. De zon komt daar vandaan. Dit is zonder. Is, nu is het zonder, toch? Maar jij moet in de schaduw, anders zie je het ja, verschil niet. Ja, in de schaduw. En jij moet zo, ik moet zo staan. Alleen nu is er veel meer zon dan vanochtend. Ja, 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 ja. Oké, zo is het zonder. En zo is het met. Ja, je ziet het. Ja, yeah. Echt mooi. Helemaal verstijfd. Ja, ja, echt hè. Alsof ik niet mag beweren. Nou, tweede plek. Kijk hoe mooi deze reus is. Is het leuk? Ja, ik weet niet. Een soort nude kleur. Maar ik weet niet die bril. Ik vind het leuker zonder. Want hij is zo... Nice. Oké, ik wilde eigenlijk eventjes de verschillende rozen filmen, maar dat moet je helemaal voor naar achter in die kast lopen. En dat is best wel een stukje lopen. Maar dit zijn dus een beetje nude kleuren. Kijk, ik heb hier ook nog wat, wat fellere kleuren. Deze is heel mooi. Gewoon om even wat hoogte te geven, wat voor... Doen we hebben. Boekje. Ik ben het even aan het filmen voor ja, leuk. Maar anders moet ik alles weer... En we hebben ook nog toppings. Wat leuk. Dus hier hebben ze dan een soort van wax eroverheen gedaan. En glitters of zo. En dit is bijvoorbeeld voor Halloween. Dit zijn een soort ja, ijsjes, cupcakes. Allemaal verschillende soort dingen. Je kan er eigenlijk van alles mee. Hier heb je een soort sneeuwlaagje eroverheen. Super mooi. Voor de mensen die het interessant vinden hoor. Anders moet je even doorspoelen. Super nice. Met een hartje erin. Heel leuk voor Valentijn. Kijk, dit is een glow in the dark roos. Ook heel vet bedacht. Dus. Ja, zonder jou waren we helemaal niks hier. Jongens, het is inmiddels avond. Stanley is al bij mij. Ik heb net even een video voor morgen afgeëdit en nu ben ik nu aan het uploaden. Vandaag was echt zo'n gezellige dag. Het was echt heel leuk. Ik heb echt niet normaal mooie foto's gemaakt. Ik ben er echt zo blij mee. Ik kon niet wachten om het allemaal te plaatsen. Stanley, ik ga zo even een rondje lopen. En ja, we gaan verder niet echt veel doen. Ik ga zo denk ik al lekker mijn make-up en zo eraf halen. Ik ben het helemaal zat. Om mijn kipte te dragen. En het was zo'n bizar mooie dag. Het is nu ook echt een mooie zonsondergang. Love it. En morgen ga ik gezellig een rondje fietsen met Isabel. En dan gaan we nog even ergens bij een leuk tentje waar we hier in de buurt koffie afhalen. Oké, het is echt een no boeiende detail. Nou, ik ben echt zo moe. Ik kan niet praten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... zaterdagochtend. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een sportlegging aan en een vest. Ik ga namelijk mountainbiken met Isabel. We gaan even een rondje hier doen in de buurt. En dan gaan we naar de theetuin. En dan kan je lekker taartje en koffietje halen. Dus gaan we dat op het einde halen. Dat is wel lekker. Mijn haar, echt, I don't know what the fuck er gebeurt. Ik ga niet mijn camera meenemen, want het is natuurlijk helemaal niet handig op de fiets. Dus ik zie jullie daarna weer. Nou, Isabel en ik zijn lekker een rondje aan het fietsen. Dat is echt niet normaal. En we zijn nu bij de theetuin hier dus. We hebben lekker een carrot cake, koffietje to go en een appeltaartje. Heerlijk. Oh, lekker op eten hier op een bankje. Ja, dat is mooi. Oké, jongens. Ik weet niet. Ik heb zo slecht gevlogd vandaag. Ik ben al een tijd thuis. Het is ook al avond. Ik ga nu naar Stan. We zouden eigenlijk al bij thuis blijven, maar hij is met zijn vrienden gaan, maar het gaat niet meer door. Dus ik ga nu gewoon naar hem toe. En morgenochtend moet hij werken, dus ga ik ook gewoon weer naar huis. Ik ga even snel een briefje pakken en dan ga ik naar hem toe rijden, want het is zo kort voor 10, dus moet echt snel zijn. Ja, en verder, ik heb ja, echt gewoon geen kloten gedaan. Vandaag ben ik in bad geweest, heb Keeping Up With The Kardashians gekeken. Ja, gewoon echt een saai zaterdag, maar wel gewoon lekker chill. Ik heb nog gelezen uit mijn boek. Bijna uit. Goedemorgen! Het is vandaag zondag. Heb een frisse vrijdag. Ik heb al gedoucht, opgemaakt, omgekleed. Ik heb een zwarte flare broek aan van de Sting. Schoenen van Naked.
En deze trui van Bijbels Fashion. Ik ga zo meteen gezellig wandelen in het Amsterdamse bos met Lauren. Dat is een vriendin van mij van de basisschool eigenlijk. Ja, we hebben niet heel veel contact. Maar soms spreken we elkaar wel en vonden we wel gewoon leuk om elkaar weer te zien. Dus ik heb echt super veel zin om te zien. Want ik heb echt zo lang niet gesproken. Dus echt leuk. Dus ja, dat is mijn outfit. Gewoon heel erg simpel. En het zonnetje begint al een beetje schijnen gelukkig. Dus dat is wel beter, want het was vanochtend echt vies weer. En daarna ga ik naar Stan en gaan we lekker sushi eten. Zin in. Oké, het is inmiddels al 6:30 bijna. Het was echt super gezellig. We gingen lekker een rondje lopen in het Vondelpark. Nu gaan we onderweg naar Alphen. We gaan lekker, ik ben trouwens met Stan. Halen. Ik heb korte benen. Die stoel een half uur. Oh, zo. Ja, jij bent toch veel langer dan ik. Maar we gaan lekker sushi ophalen bij Neko Sushi. Dat is echt de lekkerste sushi ever. De lekkerste sushi ooit. Dus ik heb echt zin in. Ik heb ook heel veel honger, want ik heb vandaag alleen één tosti op. En een rijstwafel. Dus ik heb wel zin in een beetje sushi. Nou, ik heb weer sushi opgehaald. Ik haal het altijd bij Neko Sushi in Alphen. Het is zo lekker daar. En die mensen daar zijn zo vriendelijk. Echt heerlijk. We hebben echt 2 mega grote boxen. En we hebben een hele fles soja er gewoon bij gekregen. Een heel flesje sojasaus. Nou, ik ga zo meteen alles goed filmen. Het is echt niet normaal veel. We hebben ook nog boontjes en garnalen. Ik heb dit trouwens van hun gekregen. Echt zo lief. Het is echt top. Ik ga ook sowieso nog een keer een mukbang met hun sushi maken. Want het is echt de best sushi in town. Nee, de brug staat open. Ik heb honger. Oké, jongens, ik wilde het eigenlijk nog vloggen, maar we hebben al een beetje van gegeten. Maar kijk hoe goed het eruit ziet. Love it. Oké, jongens, het is inmiddels alweer maandag. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. We hadden lekker sushi gegeten en toen gingen we met z'n allen nog extra de beach kijken. Want ze hadden hier denken dat we waren helemaal nagelen. Ik was gewoon met Stan en zijn broertje. Dus dat was echt gezellig. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van de vlog. We hebben echt bijna 30k. Volgens mij begin van deze week vlog ook gezegd. Of is het de vorige week vlog? Ik weet het niet eens, maar ik weet het allemaal niet meer. Nee, dat is deze week vlog. Dus zorg ervoor dat we snel de 30k halen. Support your girl, abonneer. En doe de notificatie wel aan. En blijf altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. Ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de week vlog nog leuk vonden. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!